In Breda, waar de finale van de landelijke kleinkunstcompetitie van de Stichting De Oprechte Amateur werd gehouden, verscheen onder meer het ensemble Accordia uit de afdeling Kennemerland. Même c'est pire encore, il n'ose plus dire bonjour au pote. Il sait pas quoi faire de son corps. Quand il est tout seul, il sanglote. Tout est en tout dès qu'il se levait, d'un air penaud et ridicule. Il va voir aux objets trouvés, s'il n'y aurait pas la bagajule. Sentimental journey home. Sentimental journey home. Sentimental, 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 sentimental journey. Journey. Dit vertrouwde geluid van de jaren 50 zou weldra een flinke oppepper krijgen. Want de rock'n'roll stond voor de deur. En er veranderde meer. Het permanentje raakte uit de mode en de kopjes werden korter. Evenals trouwens de rokken. Het verfoeide ziekenfondsbrilletje werd afgedankt. En er kwamen modieuze brillen die de vrouwelijke charme verhoogden. En zelfs de kippen kregen een brilletje op. Maar dat was een uitvinding die moest voorkomen dat ze elkaar zouden kaalpikken in de kippenfokkerijen van de opkomende bio-industrie. Diep inademen. Adem inhouden. U bent klaar. De TBC of tuberculose was geen echte volksziekte meer. Maar waakzaamheid bleef geboden. En daarom werden rijdende onderzoekscentra in gebruik genomen. De volksgezondheid maakte grote vorderingen. De Amerikaanse arts Jonas Salk ontwikkelde een vaccin tegen een andere gevreesde ziekte. De kinderverlamming of polio. Over de hele wereld werden miljoenen kinderen met dit Salk-vaccin ingeënt. Grote belangstelling was er in Nederland voor een andere Amerikaan. Uit alle delen van het land en zelfs uit België trokken duizenden en nog eens duizenden mensen naar Rotterdam om in het Feyenoordstadion een evangelisatieavond bij te wonen van de Amerikaanse prediker Billy Graham. Er waren ongeveer 60.000 toehoorders toen een koor van 6.000 zangers en zangeressen de avond opende met gezang. De redevoering van de Amerikaanse evangelist werd regel voor regel vertaald door brigadier Nijman van het Leger des Heils. If you have failed to live as good as Christ, you have come short and are a sinner. Als je niet zo goed geleefd hebt als Christus, dan zijt je tekortgeschoten en dan zijt je een zondaar. Evenals in Amerika, Engeland, Frankrijk en Duitsland eindigde Billy Graham ook hier met de uitnodiging aan zijn gehoor om te kiezen voor Christus. Na enige ogenblikken van bezinning verhieven zich overal op de tribunes mensen van hun plaatsen om zich rond het podium te scharen. Het waren er tenslotte 5.000 die aan de oproep gevolg gaven. Socialisme, dat is wil tot opbouw, wil tot ordening, wil tot en bereidheid tot discipline. Zo had Koos Vorink meermalen de leden van de AJC, de Arbeidersjeugdcentrale, toegesproken. In 1955 overleed deze bekende socialistische voorman en verzetstrijder. Zijn laatste tocht door Amsterdam was een indrukwekkende gebeurtenis. Kardinaal de Jong, die bekend was door zijn onwrikbare houding tijdens de bezetting, overleed enkele weken later. De uitvaart van de hoogste gezagsdrager van de Nederlandse katholieke kerk vond plaats in Utrecht. Inmiddels hadden de Nederlandse bisschoppen een mandement uitgevaardigd waarbij het katholieken verboden werd lid te zijn van een socialistische vakvereniging.
Het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid werd ontraden. Dat veroorzaakte spanningen tussen de katholieken en socialisten die ons land al 7 jaar lang eensgezind regeerden. En ook met de naoorlogse arbeidsrust was het gedaan. De Amsterdamse tramconducteurs staakten voor meer loon. Bij de remises verzamelden zich de stakers om de situatie te bespreken. Het dekpersoneel van de pontveren over het IJ, dat eveneens in staking ging, werd spoedig vervangen door manschappen van de Koninklijke Marine, waardoor de verbinding met Amsterdam-Noord in stand kon worden gehouden. Het publiek kon gratis van de ponten gebruik maken. Vele schippers en machinisten werden later overgehaald eveneens het werk neer te leggen. Vooral op de voetbalzondag Nederland-België werd de vraag naar transport bijzonder groot. De voetballiefhebbers die per trein kwamen konden echter gebruik maken van 80 door militairen bestuurde stadsbussen. Bij gebrek aan personeel waren ook deze ritten gratis. Duizenden begaven zich voort zonder mopperen te voet naar het stadion. Want wie een kaartje voor een interlandwedstrijd heeft bemachtigd, zorgt dat hij erbij is. Ook al moet hij er kilometers voor tippelen. Gezellig dat jullie er al zijn. Meisjes, jongens, dames en heren. En vandaag, op mijn verjaardag, nog hartelijker welkom dan anders. Het Scapino Ballet bestond 10 jaar en liet zien hoe het in die tijd de jeugd kennis had laten maken met de danskunst. En er was er nog een toneeljubileum. Niet zozeer voor de jeugd, maar meer voor de ouderen. Aaf en Herman Bouber komt de grote verdienste toe dat ze in de 20e jaren de zogenaamde toneeldraken uit onze schouwburgen verdreven. En daarvoor in de plaats een nieuw soort volkstoneel brachten dat eenvoudig en levensecht was. Dit echtpaar vierde in Amsterdam zijn 50-jarig toneeljubileum met een uitvoering van Zeemansvrouwen. Een volksschets geschreven door Herman Bouber zelf. In 1 scène van dit stuk staan de jubilerende echtgenoten alleen op de planken. Jongen, wat eten? Kun je het zeggen, mens? Als het weer niet verandert, neem ik een duik in de mannenkuil. Wacht even, duik ik met je mee. Zeg, Lodewijk, maak me voort, want je moet Leentje gaan halen. Mens, ik kan niet gauwer, ik heb geen droge draad er allemaal uit. Ja, je kan de kraanvrouw niet laten wachten. Het boekenbal van 1955 ademde een geheel andere sfeer. Minister-president Willem Drees was een van de vele prominente gasten. De ministers Kals en Suurhoff waren er ook. De heer Kals onderhield zich met vele van de aanwezige schrijvers, zoals Kees Stip en de romancière Hella Hazen. De essayist en dichter Binnendijk troffen we er in gesprek met de romanschrijver Adriaan van der Veen. Simon Carmichot ontmoette er zijn pseudoniem de heer Kronkel. Het was diep in de nacht toen het schrijversbal begon. In zijn opvallende galaplunje voldeed de dichter Lucebert aan dit bevel. Vervolgens ging hij met de blote hand op de duivenjacht. Het was een van de vele zotternijen die van de boekennacht een gezellig feest maakten. Die gezelligheid was mede te danken aan Wim Kan, die van zijn optreden Griep, Bloemen en Corrie Vonk overhield. In de tweede helft van de jaren 50 woonden nog veel Nederlanders in krotten, in onbewoonbaar verklaarde woningen. Die mensen moesten zo snel mogelijk worden geholpen. Maar ook de sterke bevolkingsgroei betekende dat er steeds meer huizen moesten komen. Het bouwtempo werd sterk opgevoerd en er werden allerlei voorzieningen bedacht om tijdens de winter door te kunnen werken. Zoals plastic tegen de ramen, hete luchtkachels en zelfs een volledige overkapping boven een bouwwerk. De resultaten van al die inspanningen bleven niet uit. In 1956 werd in Groningen een mijlpaal bereikt. De 500.000ste na de oorlog gebouwde woning kon feestelijk in gebruik worden genomen.
Het half miljoenste huis is er een uit een blok montagewoningen dat in de kelderruimte onder meer een gemeenschappelijke wasgelegenheid heeft. Waar de bewoonsters de was kunnen doen zonder dat ze ongerust hoeven te zijn over hun kinderen. Die namelijk naar een aangrenzende speelkamer kunnen worden meegenomen. De kosten die aan het gebruik van deze moderne apparatuur zijn verbonden, zijn in de huurprijs begrepen. Verwacht mag worden dat in de toekomst meer nieuwe huizenblokken een dergelijke gemeenschappelijke wasinrichting zullen krijgen. Dit alles in het kader van de toenemende bouwactiviteit die als richtsnoer heeft een woningproductie van 75.000 stuks per jaar. Op de huishoudbeurs was te zien hoe die huizen moesten worden ingericht. In steeds meer Nederlandse gezinnen doet de koelkast zijn intrede. Dit is een geheel nieuw type met draaiende rekken, waardoor ten volle van de opbergruimte geprofiteerd kan worden. Voor kleinbehuisden is er een wandkoelkast met een inhoud van 126 liter die geen verlies geeft van aanrecht of vloeroppervlakte. De droomkeuken van elke huisvrouw is ook op deze huishoudbeurs te zien. Talrijke snufjes op huishoudelijk gebied hebben er een plaatsje in gevonden, en wel zo dat alles niet meer dan een minimum aan ruimte inneemt. Een handig hulpje bij de was is een wringer die met zuignappen aan de muur wordt bevestigd. Het hele geval weegt nog geen 3 pond, is een Belgische vinding en kost iets meer dan 28 gulden. Een nieuw soort blikopener voorkomt zowel de bezeerde vingers als de lelijke woorden die zo vaak aan het nuttigen van conserven voorafgaan. Kosten met deksel, magneet en al ruim 11 gulden. Ook de kampeerders werden van de nieuwste snufjes voorzien. Zoals deze trappeldouche. Het was een van de attracties van de tentoonstelling Goed Kamp, waar ook een caravan getoond werd met een los dak. Dat dak kon worden gebruikt als bootje. En toen begon het te regenen. Het is nu al bijna zeker dat de zomer van 1956 de geschiedenis zal ingaan als de miserabelste winter sinds 100 jaar. Slechts weinigen kunnen terugzien op een geslaagde vakantie in eigen land. Tot die gelukkigen behoort zeker de man die samen met zijn vrouw midden in de natte mousson een huisje huurde. En een hoogtezon. En al regende het dan ook dag in dag uit pijpenstelen, mevrouw werd toch mooi bruin. En meneer lachte in zijn vuistje. Wat zeg ik, hij was door het dolle heen. De regenverzekering dekte de schade van een vakantie die in het water was gevallen. Na een moeizame formatie van 4 maanden kreeg Nederland in 1956 zijn laatste rooms-rode regering. Onder leiding van Willem Drees en met onze eerste vrouwelijke minister, Dr. Marga Klompé. Marga Klompé, bekend van haar werk in de Raad van Europa en de Kolen- en Staalgemeenschap, werd minister van Maatschappelijk Werk. Meneer Iedermans bereid is met de mensen om zich heen te leven en goed te leven en wat voor ze over te houden. Dan zal het veel eenvoudiger zijn om ook volken met elkaar te laten werken. En zo zie ik toch een hele duidelijke lijn tussen het werk wat ik eerst deed en de nieuwe taak die ik vandaag op mij heb mogen nemen. Onder voorzitterschap van Dr. Kortenhorst vergaderde de Tweede Kamer datzelfde jaar over de AOW. Die Algemene Ouderdomswet moest de noodwet Drees vervangen. Met aantekening dat dominee Zandt en zijn politieke vriend daartegen waren, werd de ouderdomswet tenslotte zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Kamervoorzitter zei daarop het volgende. Wens de regering en de Kamer geluk met het standpunt wetcentraal, waardoor de ongelukkige woordcombinatie oud en arm zal zijn verdwenen. Alle bejaarden kregen nu een waardevast staatspensioen. En minister Suurhoff overhandigde zelf de eerste uitkering. Op
Op grond van de Algemene Ouderdomswet zal een pensioen worden verstrekt aan ongeveer 715.000 personen. Hiermee zal jaarlijks een bedrag gemoeid zijn van ongeveer 765 miljoen gulden. Zeven jaar lang was er gewerkt aan de 90 kilometer lange ringdijk rond de toekomstige polder Oostelijk Flevoland. Maar in 1956 was het zover. Het laatste gat werd gedicht voor een nieuw stuk Nederland. De kraanmachinisten brachten de grijpers tot stilstand. De arbeiders kwamen in beweging en baggerden elkaar door de vette klei tegemoet. De ring om Oostelijk Flevoland was gesloten. In de mijn Bois du Casier in Marcinelle bij Charleroi gebeurde een ongeluk dat al spoedig de vorm aannam van een ramp. Op 715 meter onder de grond ontstond door kortsluiting een felle brand die ongeveer 270 mijnwerkers, waarvan een deel Italianen, van de buitenwereld afsloot. Uit alle delen van België kwamen reddingsbrigades naar de plaats des onheils. Na enige uren hard zwoegen slaagde men erin de eerste slachtoffers boven te brengen. Bij de ramp in Marcinelle kwamen er 262 mijnwerkers om het leven. In oktober 1956 kwam het Hongaarse volk in opstand tegen de Russische overheersing. De communistische symbolen werden neergehaald en Hongarije riep zich uit tot een vrij en onafhankelijk land. De Russische troepen hadden zich aanvankelijk teruggetrokken. Maar de hoofdstad Boedapest bereidde zich voor op hun terugkeer. De inwoners werden bewapend. Met tanks en kanonnen zetten de Sovjets op zondag 4 november een grootscheepse aanval op Boedapest in. Het Vrije Westen reageerde verontwaardigd, ook Nederland. In vele plaatsen zochten de woede en de verbittering der bevolking een uitweg in demonstraties, waarbij de eigendommen van de communistische organen in Nederland het moesten ontgelden. In Amsterdam werd daarbij de inventaris van de communistische boekhandel en uitgeverij in de Leidse straat geheel vernield. De betogingen, die zich ook richten tegen het gebouw waarin de waarheid en andere communistische lectuur worden gedrukt, ontaarden later echter in zinneloze baldadigheden van voornamelijk jeugdige elementen. De politie trad hier krachtig tegenop. De activiteit van de politie kon echter niet verhinderen dat ook in dit gebouw ernstige schade werd aangericht. In tegenstelling tot deze onwaardige uitingen stonden de stille nachtelijke bedetochten die in vele steden werden gehouden. Aan deze zwijgende demonstratie, waarin men zich bezon op het lot van de onderdrukte Hongaren, werd in Amsterdam door ongeveer 20.000 mensen deelgenomen. Binnen een week waren de Russische tanks weer heer en meester in Boedapest. De Hongaarse opstand was in bloed gesmoord. Talloze Hongaren vluchtten naar Oostenrijk en werden door verschillende landen opgenomen. Nederland ontfermde zich over 3000 Hongaarse vluchtelingen. Op het Centraal Station in Utrecht reed de vluchtelingentrein 's avonds tegen 11 uur binnen. Honderden mensen op het perron zorgden voor een hartelijke begroeting der Hongaren, die hier na een treinreis van ruim 24 uur op hun voorlopige bestemming arriveerden. De spanning en de vermoeienissen van de achter hen liggende dagen waren op de gezichten der gevluchten duidelijk afgetekend. Onder hen bevinden zich mannen die enkele dagen tevoren nog met het geweer in de hand vochten voor de vrijheid van hun land. Bij dit eerste transport bevonden zich slechts enkele volledige gezinnen. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog kreeg in Nederland gestalte in het Nationaal Monument. John Redeker, hier bezig met de beeldengroepen, overleed kort voor de onthulling op de Dam in Amsterdam.
Onze vorstin verrichtte hierna de eigenlijke onthulling van het gedenkteken. Stuk voor stuk werden de beelden zichtbaar, vervaardigd door de beeldhouwer John Redeker, die de voltooiing van dit werk, dat hij in samenwerking met de architect Oud verrichtte, niet meer heeft mogen zien. In het Amsterdamse Concertgebouw vierde dirigent Eduard van Beinen zijn 25-jarig jubileum. Andriessen onthulde persoonlijk het borstbeeld dat hij van Beinen maakte. De markante bronzen kop die een geschenk is van het huldigingscomité zal een plaats krijgen in het concertgebouw. En Johnny Jordaan vierde zijn koperen bruiloft. Overrompeld door het onthaal was de gevierde liedjeszanger zijn ontroering niet meer meester toen de Jordaaners hem stormachtig toejuichten. Terwijl rondom de muziektent 30 politieagenten slag leverden met de 30.000 bruiloftsgasten, zong Johnny voor het eerst in zijn leven een liedje alleen voor zijn vrouw. Als ik jou niet haal, als ik jou niet haal, dan zet in mijn hele carrière de klaar. Wie heeft mij gesteund met haar liefde en trouw? Mijn enige liefde. Voordat het bruiloftsfeest werd afgelast, zong Johnny samen met de Klaverjasclub het Amsterdamse volkslied. En dit was weer een heel ander geluid. Een van de grote jazzconcerten in de tweede helft van de jaren 50. Lionel Hampton speelt voor 4000 uitzinnige jongeren. Samen met drummer Hemner bracht Lionel de zaal tot grote geestdrift. Het concert bereikte zijn hoogtepunt toen een van de muzici erbij ging liggen. Met een indrukwekkende solo-dans besloot Lionel Hampton zijn optreden. Ons land had ook zijn eigen krachtpatsers. Judoka Anton Geesink werd weer Nederlands kampioen in alle categorieën. En er wachtte hem nog een grote toekomst. Intussen trachtte grootmeester Max Euwe de nationale schaaktitel te heroveren op Jan-Hein Donner. In de zevende partij kon de beslissing vallen. Op die avond waren onder andere Fanny Heemskerk en de Argentijnse grootmeester Pilnik aanwezig. Ook grootmeesters in de dop volgden hongerig het verloop van deze spannende partij,
of analyseerden uit de krant nog eens de vorige partijen. Euwe, die met wit speelde, bereikte een toreneindspel waarin hij twee pionnen meer had. Na de 54ste zet van wit zag Hein Donner het hopeloze van de situatie in en gaf op. Dr. Max Euwe was opnieuw schaakkampioen van Nederland. Op de Westeinderplassen werd een nieuwe sport gedemonstreerd. Ideaal zijn de omstandigheden pas op een windstille dag als het water niet zo woelig is. Maar ook toen wij er waren, werden er reeds opmerkelijke prestaties geleverd. Waterskiën zal ook in Nederland ongetwijfeld een populaire sport worden. En dit was ook nieuw. Rolskiën heette het. In 1956 werd ook een nieuwe vorm van het voetbalspel geïntroduceerd. Bij de nieuwste sport, zaalvoetbal, die zijn Nederlandse première beleefde in Den Haag, blijft de bal altijd in het spel, binnen een omheining van hout en kippengaas. De keeper verdedigt een doel dat 4,80 meter breed en maar 1,20 meter hoog is. Landman blijft voorlopig de baas in de halve cirkel voor zijn doel, die niet door de veldspelers betreden mag worden. Abel Lentstra speelde een zeer actieve rol, al was het hout hem wel eens te glad af. En nog een primeur. De Amerikaanse ijsrevue Holiday on Ice kwam voor het eerst naar Nederland met een sprookjesachtige voorstelling. Voor de Amerikaanse filmster Grace Kelly werd het sprookje werkelijkheid. Door haar huwelijk met prins Rainier van Monaco werd ze prinses Grazia. Gedurende de hele plechtigheid waren bruidegom en bruid hun ontroering nauwelijks meester. De ontroering deelde zich aan alle aanwezigen mede toen het bruidspaar de kathedraal verliet. Het Suezkanaal, een belangrijke verbinding voor de internationale scheepvaart, was neutraal gebied. De maatschappij die het kanaal exploiteerde was in Britse en Franse handen. In 1956 liet de Egyptische president Nasser weten dat hij de kanaalmaatschappij zou onteigenen om aan geld te komen voor de bouw van de Assuandam. Deze opzienbarende aankondiging had onmiddellijk grote diplomatieke activiteit ten gevolge. In Londen kwamen onder andere bijeen de Engelse minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd, de Amerikaanse onderstaatssecretaris Murphy en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Pinault. Hoe de toekomst zich ook zal ontwikkelen, zeker is dat het Westen alles in het werk zal stellen om de vrije doorvaart door het Suezkanaal te verzekeren. Israël werd bij de plannen betrokken. De Israëli's zouden Egypte binnenvallen, waarna Engeland en Frankrijk militair konden ingrijpen om het Suezkanaal te beschermen. De Israëlische opmars verliep voorspoedig. Engeland en Frankrijk stelden de strijdende partijen een ultimatum om de gevechten binnen 12 uur te staken. Bij verwerping hiervan zouden Britse en Franse troepen de Suezkanaalzone bezetten, ten einde zo de Israëlische en Egyptische legers te kunnen scheiden. Intussen stoomde een sterke Brits-Franse vloot op in de richting van het Suezkanaal. De gezamenlijke actie waartoe Frankrijk en Engeland hadden besloten, na het aflopen van het ultimatum aan Israël en Egypte, werd ingeleid met intensieve luchtaanvallen vanaf vliegkampschepen. Deze werden voornamelijk gericht op militaire vliegvelden, om de Egyptische luchtmacht, die onder andere was uitgerust met MIG-straaljagers, buiten gevecht te stellen. Met het doel strategisch belangrijke punten te bezetten, werden later parachutisten naar de kanaalzone gedirigeerd, die op verschillende plaatsen langs deze belangrijke vaarroute werden neergelaten. Kort nadat de parachutisten vaste voet op Egyptische bodem hadden gekregen, kwamen de commandotroepen in actie.
Franse eenheden voerden een landing uit bij Port Fouad, aan de oostelijke oever van het Suezkanaal, recht tegenover Port Said. Door de beschietingen vanuit zee was een grote olieopslagplaats in brand geraakt. Naar schatting 7000 Britse en Franse militairen namen deel aan de gevechten om de beide steden. Van het geallieerde oppercommando was het bevel uitgegaan om de burgerbevolking en haar eigendommen zoveel mogelijk te ontzien. Desondanks werd er door de hevige gevechten op enkele plaatsen ernstige schade aangericht. Maar deze bleef beperkt tot de wijken rondom de haven van Port Said. De Verenigde Naties zorgden voor een wapenstilstand. Maar inmiddels had Egypte het Suezkanaal geblokkeerd door tientallen schepen te laten zinken. Voor Nederland had dat ingrijpende gevolgen. Het dreigde benzineschaarste en de regering stelde een rijverbod in voor de zondagen. In de verlaten straten reed slechts een eenzame bromfietser of soms een buitenlander. Want voor deze categorieën geldt het rijverbod niet. Voor het overige leken de steden, mede als gevolg van het slechte weer, wel uitgestorven. De doorgaans drukke verkeersaderen, zoals de Maastunnel in Rotterdam en de Rijksweg Amsterdam-Utrecht, kregen weinig of geen verkeer te verwerken. De cafeetjes langs de grote weg hadden niets te doen. De benzinestations waren al blij als ze een bromfietser konden bedienen. Door de politie werd een strenge controle uitgeoefend en zij die wel mochten rijden, werden dan ook vaak aangehouden. Al met al vertoonden de wegen en straten in het gehele land een natte en trieste verlatenheid. Alleen de jeugd zag er de prettige kant van. Na 9 weken werd het zondags rijverbod begin 1957 opgeheven. Toen bleek ook weer hoe revolutionair de ontwikkeling van het autobezit in Nederland was. In 10 jaar tijd was dat verviervoudigd tot ruim 400.000 personenauto's. De Velsertunnel, die in september door koningin Juliana werd geopend, moest zorgen voor een snellere verbinding tussen Noord-Holland en de rest van Nederland. De koningin stelde tegelijk de spoorwegtunnel onder het Noordzeekanaal in gebruik. Een feestelijk gestemde menigte was op het nieuwe station van Beverwijk aanwezig toen koningin Juliana op verzoek van de president-directeur van de Nederlandse spoorwegen, dokter ingenieur Den Hollander, de verkeerslichten van de spoorwegtunnel in werking stelde. Na deze korte handeling nam Hare Majesteit vergezeld van minister Algera plaats in het directierijtuig van de spoorwegen, dat op een teken van de stationschef van Beverwijk vertrok voor de eerste officiële rit door de tunnel onder het Noordzeekanaal, de eerste spoorwegtunnel van ons land. De spoorwegen waren voortvarend bezig. Alle stoomlocomotieven gingen naar de sloper, want Nederland moest als eerste land in Europa stoomvrij worden. Van de trotse locomotieven blijft tenslotte slechts een hoop schroot over. Schroot dat in de hoogovens opnieuw tot staal zal worden verwerkt. Nog ruim 250 locomotieven zullen in de komende jaren hetzelfde lot ondergaan. Want in 1958 zal er geen enkele stoomlocomotief in Nederland meer in dienst zijn. Bello, de stoomtram van Alkmaar naar Bergen aan Zee, maakte zijn laatste rit. We konden ons er nog eenmaal van overtuigen hoe goed Bello het deed in het duinlandschap en in de bossen. Ah!
Ook het Volendammer-trammetje van Amsterdam naar Volendam werd opgeheven. Het deed altijd wat vreemd aan dat de conducteurs van dit vervoermiddel tijdens elke rit zelf een overstapje moesten nemen. Met een requiem werd afscheid genomen van de tramlijn Amsterdam-Zandvoort, de blauwe tram. In de Nevada-woestijn nam Amerika nog steeds proeven met atoombommen. Maar de Amerikanen bouwden ook de Nautilus, de eerste door kernenergie aangedreven onderzeeër. In de tweede helft van de jaren 50 ging het stoomtijdperk bijna naadloos over in het atoomtijdperk. Ook in Nederland. In 1957 werd op Schiphol de tentoonstelling Het Atoom gehouden. Over de vreedzame toepassing van kernenergie. De geleidelijke afneming van de wereldvoorraden van steenkool en olie maakte het in belang van het nageslacht noodzakelijk thans reeds een nieuwe energiebron te ontwikkelen, de atoomenergie. Op de tentoonstelling wordt deze geheel nieuwe wereld onder andere door middel van grote maquettes aanschouwelijk gemaakt. Het hart van de expositie is de kernreactor, die in aanwezigheid van de koningin en de prins door minister Kals officieel in werking werd gesteld. In deze reactor worden uraniumatomen gespleten, zoals op een schema te zien is. Bij dit proces komt warmte vrij, die onder andere kan worden overgedragen aan water, dat tot stoom verhit turbines kan aandrijven voor de opwekking van elektriciteit. Reeds zijn onder andere in Engeland dergelijke elektriciteitscentrales in gebruik. De radioactieve atomen, de zogenaamde isotopen, worden toegepast in de medische wereld, onder andere voor de bestraling van patiënten. Zeer ingenieuze apparaten en instrumenten werden daartoe ontworpen. Maar soms ging het mis. Het kleine dorp Putten op de Veluwe is opnieuw in het wereldnieuws gekomen doordat het huis van de familie Haanschoten in de Schoolstraat radioactief besmet geraakt als gevolg van een ongeluk bij een medische behandeling. Onmiddellijk na de ontdekking werd de woning van de omgeving geïsoleerd. De tuin waarin radioactieve as was uitgestrooid werd afgedekt met een plastic zeil om te voorkomen dat besmette stofdeeltjes door de wind verspreid zouden worden. Alle inwoners van het dorp, die met de familie Haanschoten in aanraking waren gekomen, werden opgeroepen om zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek. Zij moesten zich daartoe begeven naar het bureau van de Rijkspolitie in Putten. In het politiebureau werden ze onderzocht met apparaten waarmee de aanwezigheid van radioactiviteit gemeten kan worden. Tijdens het onderzoek bleek dat gelukkig niemand was aangetast. Ook niet het vriendinnetje van de 5-jarige Joke Haanschoten, die als eerste door de radioactiviteit besmet werd en die met haar ouders, broertje en zusjes het huis in Putten moest verlaten en ter observatie in een Utrecht ziekenhuis werd opgenomen. In Rome richtten 6 Europese landen dat jaar niet alleen de Europese Economische Gemeenschap op, maar ook Euratom. Een samenwerkingsverband voor de vreedzame toepassing van atoomenergie. Voor Nederland tekende minister Luns. En ondertussen kreeg Brabant een nieuwe bisschop. Aan de heikant in het Brabantse dorp Sint-Oedenrode staat het geboortehuis van monseigneur Beckers, de kortelings geïnstalleerde bisschop coadjutor van Den Bosch, die als rechtgeaard boerenzoon een groot liefhebber van de ruitersport is.
Veelvuldig steeg de bisschop te paard tijdens de vakantie die hij kort voor zijn wijding doorbracht op de boerderij van zijn moeder. Mevrouw Beckers heeft alle reden om trots te zijn op haar oudste zoon, die aan tal van Brabantse ruiters het bewijs leverde dat hij ook op het gebied van de sport zijn sporen verdiend heeft. En ofschoon hij zijn tochten beperkte tot de bossen en heidevelden rond Sint-Oedenrode, werd monseigneur Beckers een figuur die Nederland in eeuwen niet gezien had. Een echte bisschop te paard. Vanuit Italië kwamen deze beelden van de filmster Gina Lollobrigida en haar eerste baby. Gina's zoon, die naar zijn vader Milko werd genoemd, woog bij de geboorte 6 pond. Vader Stafrik verklaarde dat de kleine sprekend op zijn moeder lijkt en dat hij het een knappe baby vindt. Een mededeling die aan de hand van deze eerste filmopnamen gemakkelijk getoetst kan worden. Nooit speelde Gina Lollobrigida een rol zo goed als deze, de rol van moeder. En deze pleegmoeder van vele kinderen kwam naar Nederland. Josephine Baker, de wereldberoemde revuedanseres en chansonnière, onderbrak haar tournee door West-Duitsland voor een eendaags bezoek aan Amsterdam, waar ze op charmante wijze de Nederlandse vertaling ten doop hield van het kinderboek dat ze samen met onze landgenoot Piet Warm maakte. In een der warenhuizen van de hoofdstad verdrongen zich honderden mensen om van Josephine een handtekening te krijgen in een exemplaar van haar boek. De kleintjes onder het publiek waren al direct even goede maatjes met de grote artiesten als de 8 kinderen die door Josephine Baker geadopteerd werden. En intussen was de rock'n'roll als een vloedgolf over Nederland gekomen. Op de harde beat werkten tienduizenden jongeren zich avond na avond in het zweet. Ook op dit gebied leverde Nederland een geheel eigen artistieke bijdrage. In een klein zaaltje in Den Haag klinkt gezang of wat daarvoor door moet gaan. Men is op zoek naar de Nederlandse Elvis Presley. De behoefte van de opgroeiende jeugd aan een idool heeft zich bij deze jongeren gericht op de schorre Amerikaanse zanger Elvis Presley. Dat verklaart de extatische overgave waarmee ze hem trachten te imiteren. Toch kwam uit dit toernooi een betrekkelijk rustige winnaar tevoorschijn. Deze. Nieuw-Guinea maakte begin 1958 nog steeds deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar de eisen van Indonesië tot soevereiniteitsoverdracht werden steeds krachtiger.
In Jakarta verschenen anti-Nederlandse leuzen. En president Sukarno lanceerde een tegen Nederland gerichte confrontatiepolitiek. De Indische Nederlanders werden het land uitgezet en vrijwel alle Nederlandse bezittingen werden zonder schadeloosstelling in beslag genomen. Een door het communistisch vakverbond SOPSI op touw gezette actie leidde tot de bezetting en overneming van verschillende Nederlandse bedrijven, waaronder het hoofdkantoor van de KPM en de installaties van deze maatschappij in de haven Tanjung Priok. In vele kantoren hebben Indonesische employés de leiding van de overigens geringe dagelijkse werkzaamheden. De Nederlandse gezagvoerders en officieren hebben de schepen moeten verlaten, waardoor deze nu in Priok voor onbepaalde tijd werkloos voor anker liggen. Duizenden stuks huisraad worden momenteel op veilingen in Indonesië, onder andere in Jakarta, verkocht. Het zijn de bezittingen van Nederlanders die op last van de Indonesische regering het land moeten verlaten en voor wie vervoer van de goederen naar Nederland te kostbaar is. Op de veilingen worden de artikelen dikwijls voor een appel en een ei verkocht. Dit laatste geldt vooral voor die stukken die door de omstandigheden enige tijd in de buitenlucht hebben moeten staan en die daardoor van de natte moesson te lijden hebben gehad. Vele Indonesiërs trachten op deze veilingen iets van hun gading te vinden. Slagen ze daarin, dan zorgen onder andere de Betja-jongens met hun driewielige bakfietsen voor het transport. Ruim 40.000 evacuees uit Indonesië stapten zo de Hollandse winterkou in. Ze werden verwelkomd door koningin Juliana. Via de scheepsomroep riep Hare Majesteit de gerepatrieerden een welkom toe. Er is hier enorm met u meegeleefd wat betreft wat u de laatste tijd allemaal hebt meegemaakt. En het grote besluit dat u hebt moeten nemen om te vertrekken uit een land dat u allemaal zo lief is. Ik wens u het allerbeste toe voor uw verblijf in Nederland. Welkom hier. Leden van het Rode Kruis en van andere hulporganisaties stonden de gerepatrieerden terzijde toen zij aan wal gingen. Voor zover ze nog aan boord waren, namen de evacuees dankbaar afscheid van Hare Majesteit. Buiten de loodsen stonden tientallen autobussen gereed die 800 van de 1000 vluchtelingen overbrachten naar het legerkamp bij het Brabantse dorp Budel, dat als opvangcentrum werd ingericht. In de goed verwarmde hallen, waar ze een gekruide rijstmaaltijd kregen, konden de mensen spoedig op verhaal komen. Van de verzorging hier kwam de minister van Maatschappelijk Werk, mevrouw Dr. Klompé, zich in de loop van de middag uitvoerig op de hoogte stellen. Omstreeks dezelfde tijd kregen de Nederlandse Antillen en Suriname bezoek van prinses Beatrix. Op de boven- en benedenwindse eilanden ging het vaak spontaan toe. Ook Suriname bereidde de prinses een enthousiast welkom. En natuurlijk bezocht ze daar een bosnegendorp. Tijdens de dansdemonstraties hanteerde de prinses, die kennelijk genoot van al deze voor haar zo nieuwe ervaringen, opnieuw de filmcamera. In Albina, aan de Marowijnenrivier, die de grens met Frans-Guyana vormt, was prinses Beatrix het middelpunt van weer een andere welkomstceremonie. Hier waren ook een aantal Wayana-Indianen, die 2 dagen gereisd hadden om de prinses uit het verre en onbekende Nederland te kunnen begroeten. Ze hadden voor de prinses een groot aantal geschenken meegebracht, die zij haar hier graag wilden overhandigen. Niet bekend met het protocol, kwamen ze spontaan naar haar toe en hingen haar kralenkettingen en zelfgeweven doeken om. En zo werd prinses Beatrix hier in Albina
ook de prinses van de Indianen. Demonstraties en relletjes in Parijs. De Franse Republiek schudde op zijn grondvesten door de Algerijnse kwestie. Uit vrees dat de regering dit land spoedig onafhankelijkheid zou verlenen, kwamen de kolonisten en het leger in Algerije in opstand. De militairen namen de macht over. In Algiers stroomden daags na de militaire putsch opnieuw enige tienduizenden mensen samen voor het gouvernementsgebouw, waarin het nieuwe bestuur dat onder leiding staat van de opperbevelhebber in Algerije, generaal Salan, zijn zetel heeft gevestigd. De demonstranten, die gaullistische en pro-Franse leuzen met zich meevoerden, werden later toegesproken door generaal Salan. De generaal, die zijn reden uitsprak vanaf het balkon van het regeringsgebouw, zei onder andere dat Algerije onverbrekelijk met de Republiek verbonden zou blijven. Een grote tegenslag voor de nieuwe regering was kort hierop de ontsnapping naar Algerije van de gaullistische politicus Jacques Soustelle, die in Algiers enthousiast werd ontvangen. Na een onderhoud met generaal Massu en andere leden van het Comité van Openbaar Welzijn sprak ook Soustelle, die vroeger gouverneur-generaal van Algerije is geweest, de manifestanten op het gouvernementsplein toe. Hij zei dat hij naar Algiers was gekomen om het leger en het volk terzijde te staan. Hij sprak zich uit voor de machtsoverneming door generaal de Gaulle. Vanuit zijn woonplaats spoedde generaal Charles de Gaulle zich naar Parijs. Hij werd beschouwd als een voorstander van een Frans Algerije en zou een dreigende burgeroorlog kunnen voorkomen. Ondanks communistische tegendemonstraties werd de Gaulle benoemd tot minister-president. En hij kreeg toestemming om de grondwet te veranderen, zodat zijn macht werd vergroot. Zo werd de Vijfde Franse Republiek geboren. De Gaulle vertrok hierna onmiddellijk naar Algerije. Met de Caravelle, Frankrijk's nieuwste straalvliegtuig, arriveerde de generaal op de luchthaven van Algiers. Hij werd verwelkomd door de Franse opperbevelhebber generaal Salan en de vroegere gouverneur-generaal van Algerije, Soustelle. Ook de generaal Massu en de vicevoorzitter van het Comité voor Openbaar Welzijn, Delbecq, waren aanwezig. Langs de route die de premier van het vliegveld naar de stad volgde, hadden zich honderdduizenden mensen opgesteld. Geen inwoner van Algiers liet zich onbetuigd bij deze triomfale ontvangst. De premier werd telkens weer bedolven onder een lawine van geestdrift. De generaal sprak vanaf het balkon van het gouvernementsgebouw. Zijn verklaring dat Frankrijk van nu af aan alle Algerijnse burgers als Fransen beschouwt, ontlokte aan de menigte een ovationeel gejuich. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. De veilinghal van het Noord-Hollandse dorp Blokker werd af en toe ontruimd om plaats te maken voor een jazzconcert van internationale allure. Een initiatief van burgemeesterszoon Ben Essing, die in 1958 Benny Goodman kon begroeten. We'll be right back.
En dit was de grote rage van 1958. Stormenderhand heeft de hula-hoepel ons land veroverd. Vooral de jeugd heeft het ervan op de heupen. Toch weten ook de ouderen aardig hun draai te vinden. Zoals bleek tijdens een van de vele wedstrijden die nu bijna dagelijks en overal gehouden worden. De hula-hoep is een ongevaarlijke epidemie die wat karakter betreft lijkt op die van de jojo uit de 20er jaren. Men meent dat het hula-hoepspel vermagerende kwaliteiten heeft, maar dat moet nog blijken. Het is echter bepaald gezond voor onze plasticindustrie. Deze flessenblaasmachine maakt 10 flesjes per minuut. Het vervaardigen van een afwasteiltje duurt ongeveer 40 seconden. Met plastic kan men vaak verrassende resultaten bereiken. Alles aan en in dit woonhuis is van plastic. Uitgezonderd dan de bewoners. De mensen die dit huis hebben betrokken vinden het helemaal niet vreemd meer dat bijvoorbeeld de plastic muur van de gang... één geheel vormt met de plastic gootsteen in de keuken. Het gasfornuis, het aanrecht, de koelkast en alle andere kasten zijn ook van plastic. De buitenmuur van de huiskamer werd in één stuk gegoten met de zitbank en het schrijfbureau. Het leven schijnt gezellig te zijn in dit huis, dat hangkasten heeft die een ondeelbaar geheel vormen met de ronde gangwand. In het badkamertje vinden we een plastic wastafel die uit één gietvorm kwam met het bad. Wie pas in een plastic huisje woont, kent weinig rustige ogenblikken. Er gaat dan ook geen dag voorbij of er komt visite. Al dit bezoek gold het plastic huis dat door de Franse staatsmijnen op de Damesbeurs in Den Haag werd opgesteld om aan te tonen dat uit steenkool gewonnen plastics zelfs voor de woningbouw gebruikt kunnen worden. Met dit geluid begon voor Nederland het ruimtevaarttijdperk. Eind 1957 waren de Russen erin geslaagd een kunstmaan te lanceren. De signalen die deze Sputnik 1 in de ruimte uitzond werden opgevangen door het radiostation in Nederhorst-en-Berg. Tijdens een persconferentie legde de beheerder van dit station, ingenieur Wegelin, onder andere de volgende verklaring af. Er is ongeveer opgegeven dat het signaal bestaat uit 3 impulsen per seconde. En wij hebben de impulsen geteld en dat ligt ongeveer in deze grote orde. En daarom nemen wij aan dat wij inderdaad de kunstmaan wel te pakken hebben. Begin 1958 kwamen de Amerikanen met een eerste geslaagde lancering. De raket stuwde de satelliet die de naam Explorer, ontdekkingsreiziger, kreeg tot een hoogte van 3000 kilometer. Na 2 mislukte pogingen van de marine is het leger er nu als eerste in geslaagd om ook een Amerikaanse kunstmaan in de ruimte te brengen. De Russen stuurden daarna een hondje de ruimte in en de Amerikanen 2 apen. Toen de neuskegel geopend werd, bleken de 2 apinnen uiterlijk volkomen ongedeerd. In hun geïsoleerde compartimenten hadden ze de reis over 2400 kilometer goed doorstaan. Ontdaan van haar ruimtepak toonde de kleine beker al direct de normale interesse voor een apennootje. Abel daarentegen vroeg zich verveeld af waarom al die drukte werd gemaakt. Dat deed ze trouwens ook op de persconferentie in Washington, waarop de 2 dieren aan de wereldpers werden voorgesteld. Aan de hand van grafieken werd duidelijk gemaakt dat de apinnen tijdens hun tocht in de ruimte slechts lichte afwijkingen van hartslag en ademhaling hadden getoond. Abel, die intussen aan de gevolgen van een operatie stierf, en Baker mogen beschouwd worden als de eerste wegbereiders voor de ruimtevaart van de mens.
Het ruim 100 meter hoge atomium was het symbool van de wereldtentoonstelling die dat jaar in Brussel werd gehouden. Het publiek had vooral belangstelling voor de ruimtevaart. Het Russische paviljoen, dat tot aan de opening hermetisch afgesloten was, trok reeds direct vele kijkers die vooral geïnteresseerd waren in het model van de Sputnik 2, de kunstmaan waarin het hondje Laika de ruimte inging. Er staat op de expo ook een carillon. Met deze bijaard vestigt Nederland de aandacht op zijn afdeling, waarin de bezoeker verteld wordt van de strijd tegen het water, maar ook van de veeteelt en de landbouw. De Nederlandse inzending wordt nu reeds een der boeiendste genoemd van deze tentoonstelling, die aan miljoenen mensen een overweldigend beeld zal geven van de wereld van heden en van morgen. Nederland bleef toch nog voornamelijk een land van fietsers en fietsenstallingen. De auto-industrie speelde ondertussen in op de behoefte aan kleine, goedkope auto's. En de RAI had dat jaar een verrassing in petto. Voor het eerst is thans ook de Nederlandse automobielindustrie met een personenwagen aanwezig. Het is de vierpersoons DAF 600, die een viertakt motor heeft met twee liggende cilinders. De bestuurder heeft alleen maar een gas- en een rempedaal, want schakelen is bij deze wagen niet meer nodig. Dat doet het automatisch werkende versnellingsmechanisme dat de door de motor geleverde krachten met behulp van V-snaren overbrengt op de achterwielen. Noviteiten van deze tentoonstelling zijn voorts onder meer de Vespa 400... een Lilliputter die 85 kilometer kan lopen, en de Tsundap Janus, die een voor- en een achterportier heeft en waarin vier personen rug aan rug kunnen zitten. Dit één cilindertje en nog vele andere Europeaantjes, zoals de Maiko Sport, stempelen de 39ste RAI tot een expositie die voor alles de opmars van de kleine wagen aantoont. Vanaf 1959 oefenden Nederlandse troepen regelmatig in het Franse La Courtine. En dat was iets heel anders dan de Veluwe. De middenstand van de 1100 zielentellende bevolking had zich geheel op de Nederlandse klandizie ingesteld. Voor zover de kennis van de Franse taal tekortschoot, was er altijd de gebarentaal die de militairen over alle moeilijkheden heen hielp. Voorzien van souvenirs en kleine geschenken voor thuis, verlieten de soldaten het Franse plaatsje, waar ze ook iets van de Franse hoffelijkheid hebben opgestoken. Onze jongens zouden daar niet zo rustig lopen als ze wisten wat er in een ander dorp gebeurde. In het Franse plaatsje Louveciennes heeft een evenement plaatsgehad dat in de hele wereld talloze tongen in beweging heeft gebracht. Achter zorgvuldig gesloten deuren trad de boezemvriendin van vele bioscoopbezoekers, Brigitte Bardot, voor de tweede maal in het huwelijk. Een enkele cameraman kon na de huwelijksvoltrekking iets van de sfeer van het heugelijk gebeuren voor het nageslacht vastleggen. De gelukkige bruidegom is een zekere Jacques Chartier, ongetwijfeld een door duizenden mannen in vijf werelddelen benijde figuur. En dit werd de Nederlandse Brigitte Bardot. Deze nationale BB-verkiezing brengt ons onwillekeurig in herinnering met wat een groot man eens heeft gezegd. Wees u zelf, sprak ik tot iemand. Maar hij kon niet, hij was niemand. In het City Theater gaven de meisjes zich met lichaam en ziel aan de kunst om iemand anders te zijn dan zijzelf. En zelfs de mimiek werd daarbij niet vergeten. De beslissing kostte heel wat hoofdbrekens, maar tenslotte werd uit de gegadigden aangewezen de 18-jarige Ingrid Bardot, geboren van Ooyen, die van Rita Reis de BB-sjerp kreeg en die voorts zonder Rita een reis naar Parijs mag maken. Een van de favorieten bij de nationale kampioenschappen kunstrijden was Joan Haanappel. Helaas kwam Joan Haanappel enkele malen ten val.
waardoor haar kansen op een nieuw kampioenschap, die na de verplichte figuren nog zeer goed stonden, sterk daalden. Er was overigens maar één rijdster in staat het Joan Haanappel te verbeteren. En dat was haar grote rivale Sjoukje Dijkstra. Sjoukje, die voor ons land prachtige successen behaalde tijdens de Europese en de wereldkampioenschappen, waar ze in beide gevallen derde werd, stak in zeer goede vorm. De puntenwaardering voor de prestatie van Sjoukje was zo hoog dat ze Joan Haanappel in het klassement kon passeren. Op het erepodium verscheen tussen Joan Haanappel en Janine Ferrier een gelukkig lachende Sjoukje Dijkstra, die dit jaar de titel meenam naar Amstelveen. Corine Roodschever was al Miss Holland en Miss Europa. En nu ging ze naar Londen voor de verkiezing van Miss World. Miss Verenigd Koninkrijk en Thelwell uit Noord-Engeland moest genoegen nemen met de vierde plaats. Miss Israël, die als derde eindigde, is soldaat in het leger. Ze had toestemming om hier in buiten model te verschijnen. Maria Rossel, een van de bezienswaardigheden van Peru, kreeg de tweede prijs. Tot grote vreugde van alles wat Nederlands was, ging onze Corine Roodschever op het laatste rechte stuk al haar concurrenten voorbij. Behalve de attributen die bij een kroning horen, hield Corine aan dit avondje een prijs van 5000 gulden in contanten over en een autootje waarvan de benzinerekening over de eerste 16.000 kilometer al betaald is. En dat is lang niet mis. Weer naar Schiphol, waar Teddy Scholten terugkeerde van het Songfestival dat ze voor Nederland had gewonnen. En natuurlijk zong Teddy, hoe kan het anders? Een beetje, verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat weet je, maar ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Met veel pracht en praal trouwde de Sjah van Perzië met de studente Farah Diba. De talrijke genodigden hielden de adem in toen zij de bruid zagen. In haar kostbare japon van Dior, met een fonkelende diadeem op het hoofd, besteeg Farah Diba als een prinses uit een sprookje de trappen die leiden naar de Hal der Spiegels. Nadat het huwelijk volgens de Mohammedaanse rites door de imam was ingezegend, nam het bruidspaar in de spiegelzaal gelukwensen van de aanwezigen in ontvangst. Een Perzisch meisje, dochter van een kapitein uit het leger, zat nu als keizerin naast de opperste heerser van het land. De Sjah zat nog stevig op zijn troon. Maar op Cuba werd de dictator Batista na een jarenlange guerrilla-strijd verjaagd door Fidel Castro. Castro voerde agrarische hervormingen in, verbeterde het onderwijs en onteigende de vele Amerikaanse bedrijven op het eiland. Aanhangers van het oude bewind werden tijdens massaprocessen berecht. In het sportcolosseum van Havana verzamelden zich duizenden Cubanen die de openbare berechting wilden bijwonen van een hoge officier die onder Batista had gediend. De verdachte, majoor Sosa Blanco, luisterde uiterlijk vol zelfvertrouwen, maar met weinig hoop op clementie naar de tegen hem ingebrachte beschuldigingen. Voor deze Romeins aandoende rechtszitting had Fidel Castro onder meer 350 buitenlandse journalisten geïnviteerd, opdat zij zich zouden kunnen overtuigen van de eerlijke berechting. Eén voor één werden de getuigen voorgeleid. Onder hen was een 12-jarige jongen. Op de bewering van de officier dat hij geen moordenaar was en slechts militaire bevelen had uitgevoerd, zei het knaapje beschuldigend dat de majoor zijn vader had vermoord. Een tierende menigte was getuige à charge van deze lugubere rechtszitting, waarop over de verdachte het doodvonnis werd uitgesproken. Ook deze vorm van procesvoering heeft in de wereld ernstige kritiek uitgelokt.
Het eiland Cyprus was een Britse kroonkolonie. De meerderheid van de inwoners was Grieks. Na een jarenlange strijd tussen de Engelsen en het Griekse ondergrondse leger EOKA werd in 1959 een akkoord bereikt. Aartsbisschop Makarios, de verbannen leider van de Griekse Cyprioten, keerde in triomf terug als de eerste president van de nieuwe Republiek Cyprus. Tot op de daken stonden de mensen toen Makarios uit zijn ballingschap terugkeerde naar Cyprus, dat na het Londense akkoord een onafhankelijke republiek is. Een dolgelukkige menigte vergezelde de aartsbisschop op de tocht van het vliegveld naar zijn paleis. Een afstand van slechts 10 kilometer, waarvoor men meer dan een uur nodig had. Van het balkon van het aartsbisschoppelijk paleis sprak Makarios tot zijn landgenoten. Hij herdacht de doden uit de strijd en riep op tot samenwerking met de Turken in het belang van een gelukkige ontwikkeling van het land, welks volledige onafhankelijkheid binnen een jaar een feit zal zijn. Het Noord-Hollandse dorpje Wormer is in het nieuws gekomen, doordat in een weiland op onverklaarbare wijze een gat is ontstaan. In dit gat zijn sindsdien op vele manieren en door vele mensen naspeuringen verricht, omdat men graag wil weten wat er precies is gebeurd. Er wordt gesproken over de inslag van een bom, een vliegtuigonderdeel, een raketstaart of een meteoriet, maar ook van een veenlaagverzakking. Hoe het ook zij, de hulpverleningsdienst van Binnenlandse Zaken is druk aan het werk. Het gat is uitgediept en er zijn peilingen verricht. Ook heeft men pompen aangebracht om het grondwater te verwijderen. Het enige dat men tot dusver heeft opgediept zijn een hoefijzer en wat scherven van aardewerk, die nauwkeurig bestudeerd worden, maar die natuurlijk het gat niet veroorzaakt kunnen hebben. Het gat van Wormer zou altijd een mysterie blijven. En er gebeurden meer vreemde dingen op het Nederlandse platteland. Een herdershond in Drenthe kreeg de smaak te pakken van de hula hoop. Was toen al uit de mode. Amsterdam had alweer een nieuwe rage. Uit Engeland kwam de springstok, de hippo-hip, naar de hoofdstad, waar hij op een zaterdagmiddag op de Noordermarkt werd geïntroduceerd. Naar goed Amsterdamse trant in wedstrijdvorm. Een aantal jeugdige Jordanertjes, al aardig in de nieuwe kunst bedreven, maakten vreemde bokkensprongen. Na het keerpunt werd het een kwestie van uithoudingsvermogen. Een enkele artiest zag zo waar kans zich te verplaatsen zonder de handen aan het stuur. Zijn prestatie werd nog overtroffen door een concurrent die ontdekt had hoe je de stok in zijn achteruit krijgt. Het is niet onwaarschijnlijk dat de hippo-hip in Amsterdam een stormachtig succes zal worden, ondanks de tegenstand die er misschien zal komen van zwartkijkers. In december 1958 was het laatste Rooms-Rode kabinet gevallen op enkele kleinigheden. De verkiezingen van 1959 leidden tot een nieuwe regering zonder Partij van de Arbeid. Het tijdperk Drees was voorbij. De herrieschoppers zochten intussen hun heil op straat. Daar zag de politie zich genoodzaakt op te treden toen de baldadigheid van honderden jongelui in relletjes ontaarde. Sommige burgers bleken met gummistok gewapende rechercheurs te zijn. Voor verscheidene ruziemakers eindigde de avond op het politiebureau. Koningin Juliana woonde dat jaar het galafeest bij, ter gelegenheid van de Boekenweek. Zoals ieder jaar werd het feest steeds feestelijker op het boekenbal, waar Marga Minko met haar echtgenoot Bert Voeten, evenals vele anderen, de dans toch maar de enige aanvaardbare kunstvorm vonden. Slechts een enkeling als de dichter Remco Kampert speelden te midden van al deze dansvoeten wellicht nog de versvoeten door het hoofd. Met een korenstra piekerde die nacht nu en dan nog wat na over de diepere zin van zijn versieringen. Het was de tekenaar Opland echter geen zorg. Die was even uitgelaten als het feest zelf.
Tijdens de Jeugdboekenweek bleek duidelijk welke kinderboeken in de jaren 50 favoriet waren. Via Paulus de geheimzinnige briefjes. Paulus. Draakje, dat is het wel. Ja, dat is het. Die Paulus. En geven elkaar een handje. Ja. Oké, dan heb je oerboe dat ze in die stoel zat, weet je wel. Oh ja. Dat Paulus in bed lag. Het oordeel van de al wat ouderen stoelt vaak op een grote belezenheid. Maar ook vooral die Bob Evers serie, dat is zo goed. En de Venus Razen, dat heb ik zelf. En ik heb ook verschillende prisma's, heb ik. Ja, die zijn ook goed. Van Karel Benemsi en de smokkelaars van de Tigris. En nog één keer. Ik heb toch ook een paar, even kijken. En de ondergedoken... De Noordpool heb ik. Oh, dat ken ik niet. En de ondergedoken koning heb ik. Jong en oud stormde de Haagse houtrusthallen binnen voor het concert van Louis Sedgemo Armstrong. De omvangrijke vocaliste Velma Middleton zorgde voor een vrolijke noot in het programma. Samen met Armstrong zong zij onder andere de St. Louis Blues. The gypsy fortune strong all over the place. But when she looked into my hand, she slapped me right in the face. She knows it. She knows it. Oh. Met een gezongen en geblazen Amerikaanse versie van La Vie en Rose toonde Louis Sedgemo Armstrong zich nog steeds de eretitel waardig van grootste jazzmuzikus van de eeuw. Angels sing from above. Every day word seems to turn into love song. Tijdens de jaren 50 was er koortsachtig gebouwd. Niet alleen huizen voor de snel groeiende bevolking, maar ook fabrieken, kantoren en winkelcentra. Sommige steden veranderden volledig van gezicht. Het centrum van Rotterdam, dat tijdens de oorlog was verwoest, kreeg een skyline die paste bij zijn nieuwe status. De stad was inmiddels na New York de tweede wereldhaven geworden. Dicht bij Rotterdam werd nog steeds gebouwd aan Europoort, het paradepaardje van de Nederlandse industrie. De industrialisatie van de jaren 50 was een groot succes geworden. Het leverde een verdubbeling van de export op, meer welvaart en werkgelegenheid en markante figuren als de scheepsbouwer Cornelis Verolmen. Voor Europoort en de Rotterdamse haven was de Rijn een belangrijke verkeersader. Voor sommigen was de rivier een uitdaging. In de Duitse grensstad Emmerich begon de Franse kikvorsman Louis Lourmet aan zijn tocht naar ons land via het frisse water van de Rijn. 14 dagen tevoren was hij in Schaffhausen aan zijn reisje op de Rijn begonnen om aan te tonen dat het mogelijk is het lange tijd in ijskoud water uit te houden, mits men maar gekleed is in een speciale uitrusting. Vorig jaar zwom hij in Canada de Fraser en St. Lawrence rivier af en nu heeft hij de Rijn onder handen genomen. Einddoel van zijn tocht van ongeveer 1000 kilometer is Rotterdam. Zijn vrouw Liliane, die ex-wereldkampioene duiken is en die af en toe een eindje meezwemt, zorgt voor de bevoorrading van haar man, wiens eetlust er zijn mag. Tussen de Rijnschepen door zwom Lourmet met een snelheid van 6 km per uur in de richting van onze grens. Met een rustige crawl, de zogenaamde Franse slag, kwam hij tenslotte bij Lobith ons land binnen.
De hele bevolking van Lobith Tolkamer was uitgelopen om de superkickforsman te zien aankomen. Over de 8 kilometer van Emmerik naar Lobith had hij precies 80 minuten gedaan. De Nederlandse douane wilde zijn paspoort natuurlijk even zien. Zelfs een kickforsman ontkomt daar niet aan. Een Nederlandse zuivelmaagd bood Lourmet tot slot een fles melk aan die hij prompt aan de mond zette. Hij zal gedacht hebben, met melk meer kickforsmans. Een andere opmerkelijke verschijning op de Rijn was de Wasserbüffel, het eerste duwschip. De duwvaart kenmerkte de sterke groei van de Rijnscheepvaart in de jaren 50. Steeds meer olie, kolen en erts moesten worden vervoerd tussen de Nederlandse havens en het explosief groeiende Duitse Ruhrgebied. De Rijn werd de drukst bevaren rivier van Europa, voornamelijk beheerst door Nederlandse schepen. Tegen het eind van de jaren 50 kwam er enige verademing in de internationale verhoudingen. Premier Khrushchev van de Sovjet-Unie had het Stalinisme afgezworen en bracht zelfs een bezoek aan Amerika. De Koude Oorlog was wat minder grimmig geworden. Dat bleek ook uit Khrushchev's toespraak voor de Verenigde Naties. Secretaris-generaal Hammarskjöld verwelkomde een breed glimlachende Russische premier die zich vervolgens naar de grote zaal liet begeleiden. 81 van de 82 leden staten van de UNO waren vertegenwoordigd. Alleen de afgevaardigden van nationalistisch China waren niet onder het gehoor van Khrushchev, die in een rede onder meer voorstelde dat binnen een periode van 4 jaar alle landen volledig moeten ontwapenen. Hierna vertrok Khrushchev naar Hollywood. Hij maakte hier kennis met de cancan, de frivole dans uit het Frankrijk van rond de eeuwwisseling, die door Amerikaanse danseresjes werd uitgevoerd. Het was een scène uit de film Cancan die op het ogenblik wordt gemaakt. Hoewel Khrushchev zich na afloop in opgewekte stemming met de danseresjes onderhield, keurde hij de uitvoering later af. Internationale erkenning was er voor de Nederlandse filmers. Bert Haanstra kreeg een Oscar voor zijn korte documentaire Glas. Inmiddels was hij alweer bezig met een nieuwe speelfilm, De Zaak MP. Een van de hoofdrollen van de film werd vertolkt door een acteur die ook in Fanfare speelde, door Albert Mol. Stop. Albert, voordat je de deur open doet, moet je eerst even luisteren aan de deur. Ja. Met groot geduld en soms eindeloos herhalen bereikt Haanstra met zijn medewerkers het resultaat dat hij voor de geest heeft. Goed voor mij. Gaan we dan goed, Henk? Prima, ja. Fijn. De Nederlandse documentaire film stond rond 1960 op een hoogtepunt. Koningin Juliana woonde de première bij van Faya Lobby, een film van Herman van der Horst over Suriname. Kort daarna kreeg van der Horst voor deze film een gouden beer. Vergezeld van zijn echtgenote is Herman van der Horst voor de tweede maal als triomfator van het filmfestival in Berlijn in Nederland teruggekeerd. Samen met vertegenwoordigers van de overheid en het filmbedrijf waren Surinaamse mannen en vrouwen naar Schiphol gekomen om de man te huldigen wiens film over Suriname, over hun land, in Berlijn bekroond werd met de Gouden Beer. Terwijl ritmische Surinaamse muziek weerklonk, mocht Van der Horst talloze gelukwensen in ontvangst nemen, in tegenwoordigheid onder andere van zijn moeder. Toen de muziek verklonken was, werd het woord gevoerd door de heer Pos, de gevolmachtigde minister voor Suriname, die onder andere het volgende zei. Het zal u als kenner
langzamerhand wel, van de Surinaamse fauna wel een bijzondere ervaring voor u zijn dat u naar Suriname bent gekomen om een beer te behalen. Nieuw-Guinea, een van de andere overzeese gebiedsdelen, was nog steeds in Nederlandse handen. In 1960 werden verkiezingen voorbereid voor de Nieuw-Guinea-raad, het begin van zelfstandigheid voor de Papoea's. Nederlandse autoriteiten reisden naar het eiland om hen daarbij te helpen. De heer Brunt van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft zich georiënteerd over het voetbalspel. Er zijn 8000 voetballers op Nieuw-Guinea, merendeels Papoea's, die zeker profijt zullen trekken van de samenwerking met de KNVB, waartoe thans is besloten. De delegatie kon tijdens haar verblijf in Hollandia ook nog getuige zijn van het grote kinderfeest. Sint Nicolaas heeft nu eenmaal de gave dat hij overal tegelijk kan zijn. En overal reageren de kinderen eender. Wat de viering van het Sinterklaasfeest betreft, liggen Nederland en Nieuw-Guinea heel dicht bij elkaar. En zo stapte Nederland van de jaren 50 de jaren 60 binnen. De welvaart steeg nog steeds, iedereen had sinds kort een vrije zaterdag en de soberheid van de naoorlogse jaren was verdwenen. De bejaarden genoten intussen van hun staatspensioen en de jongeren van rock'n'roll.